Erger, veel erger, was het in Marseille, waar Lyon op bezoek kwam. En waar is je spelersbus ooit bekogeld, Hanna? Nee. 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 Houden zo. Ja, dit zijn verschrikkelijke beelden. Kijk. De coach, Fabio Grosso, wereldkampioen met Italië 2006. Geraakt door het glas van de bus. Bloed op het gelaat. En ja, de wedstrijd gelukkig niet doorgaan. Al leek daar even ook, blijkbaar heeft de voorzitter van Lyon, Texter, die ook een vinger in de pap heeft bij RWDM, eerst nog gezegd van oh, we willen wel nog spelen. Heel raar. Ja. Maar nee, is goed dit dat op te niet... lossen? Nou ja, de daders, die moet je pakken. Ja. En ik weet niet of ze al gepakt zijn, maar ja, dat zal wel niet, want ze hebben allemaal petjes, capuchonnetjes en zwarte jassen het is, aan. Het is met voorbedachte raad. Het is toch niet meer normaal tegenwoordig, dat soort zaken allemaal. Ja, maar je moet dus de daders hard straffen. En die mogen niet meer in de stadions komen. Dat soort dingen. Dit is bijna een moordaanslag. Hè, zo. Want wat voor steen, die busruiten, dat zijn echt sterke ruiten. Hè. Voordat je daar doorheen gaat, dan moet je echt wel een soort ronde kei pakken of een baksteen. Ja. Die gooi je dus op mensen. Dat is gewoon, dat is, ken je het verhaal van Ajax in 2003 met de autobus? Die toen in brand is... gestoken door fans van Groningen. Van Groningen, ja. Daar was ik bij. Ja? En ik s'nachts om 4 uur wakker geworden van geknetter. En ik dacht van... Het was aan het spelershotel, hè? Ja, dus onze bus stond naast het spelershotel. En dat was heel raar. Dus die bus, zeg maar, als je het raam opdeed, dan zag je de bus staan heel kort bij de kamers. En op een gegeven moment word ik s'nachts wakker, 1 uur of 4. Ik lag op de kamer met Tom Soetaars. En ik zei, Tom, jongen, ik zeg, onze bus staat in brand. Ja. Ik meen het echt, hè. Ja. Mensen, ik meen dat echt. Maar ik stel me nu zo voor. Ik word wakker, ik hoor gekletter en ik zeg... Hey Tom, onze bus staat in brand. En die zei... Hey Sonke, joh, gedroomd, gaat terug liggen. Ik zeg, staat op, maat. Ik zeg, onze bus staat in brand. Maar goed, ja, dat klinkt grappig, maar dat was het niet. Dus Tom die staat dan uit zijn bed, die staat op en die kijkt... Ik zeg, godverdomme, excuses, maar je hebt gelijk. Ik zeg, oh, onze bus. Ik zeg, we moeten een dokter... De dokter. De brandweer moet je bellen. Ja, maar nu komt het, nu komt het. Ik dacht, de dokter die lag recht over ons. Ja. Ik zeg, moet die mens wakker maken, zodanig, die lag het dichtste bij ons, zodanig dat al de andere mensen in de gang konden wakker gemaakt worden. Want het was gevaarlijk, had ik de indruk. De dokter doet, geen paniek. Ik zeg, wel paniek, onze bus staat in brand. Uiteindelijk, wat is er gebeurd? We zijn dus rond tussen 4:30, 5 allemaal wakker gemaakt. Allemaal moesten we het hotel verlaten. Uiteindelijk zijn er 3 kamers volledig zwart gebrand. Dus die bus is helemaal uitgebrand. Wat is er blijkbaar gebeurd? Hier waren het stenen. Onze banden waren open gesneden, zeg maar. Was er iets ingegoten, was in brand gestoken. En uiteindelijk zijn er, en dat kan ik nu wel zeggen, ik denk dat daar mensenlevens zijn gered, want bepaalde kamers waren gewoon helemaal zwart van de rook. Was die van Ibrahimovic erbij? Ja, Ibra was erbij. Dus jij hebt God gered? God redt zichzelf toch altijd op het leven? Nee, maar ik weet dat er kamers na onze... onze kamer was rook binnen, maar de kamers daarnaast, waar de bus effectief ook stond... Ja, dat was echt... En we hebben die wedstrijd nog gespeeld in Groningen. Je hebt gescoord. We hebben daar gewonnen, gescoord. Zlatan scoort daar, ik scoor daar. En dat was heel raar, want we hadden sinds dus dat we wakker werden niet meer geslapen. Dus je staat dus op om 4:15. En we hebben dus niet meer geslapen. Ik denk tot... De wedstrijden waren toen 12:30 in Nederland ook al topwedstrijd, of niet? 1 uur misschien? Ja, misschien. Zoiets. Dus tot die tijd... Mogen we je goal nog eens tonen? Ja. Maar die heb je niet. Jawel. Jawel. Nee. Jawel, echt? Hier? Ah, oké. Ibrahimovic. Ja. Ah, ja. En Sonk. Jourdain-achtig, maar dan van op de grond. Nee, met je linker. Nee, niet helemaal. Truitjes waren veel te groot toen. Of jij veel te klein. Of ik veel te klein, ja, heren. Nee. Kunnen zeggen dat je scoort op een assist van Ibrahimovic. Ja, als ik assist, ik heb alles zelf moeten doen. Ik heb moeten wegdragen. Ja.
Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.